Drie ondernemers besluiten het roer drastisch om te gooien en hun diensten, kennis en kunde in te zetten ten gunste van de maatschappij. En ze doen dat door de Cubico, een stormvast, modulair te bouwen huis. We gaan erover praten met Chantal van Spaandonk van Care Innovation Center en Rogier Verburg. We beginnen bij jou, een van de drie musketiers die de Cubico bedacht hebben. Jullie hebben het gepresenteerd in Miami. En in het begin van het verhaal werd ik heel vrolijk. Drie mannen die hun diensten en kennis en kunde ten faveur van onze maatschappij. En dan ga je naar Miami. In Miami, daar zijn de meest strenge normen als het gaat om huisvesting. Daar heb je te maken met de elementen van de natuur. Extreme. Storm, extreem. En met gepaste trots kunnen wij zeggen dat wij daar de hoogste certificering hebben gehaald als het gaat om orkanen. Orkaan 5 bestendig en dan praat je over bijna 300 kilometer. Waarom is Care Innovation Center zo geïnteresseerd in de Cubico? Omdat de Cubico, de Cubus, biedt een mooie oplossing voor mensen vanuit de zorg. Dat kunnen ouderen zijn, dat kunnen jongeren zijn. Een flexibele oplossing waardoor ze in hun natuurlijke omgeving, in een sociale omgeving, ouder kunnen worden. Ja, dus dan bedoel je dat mijn moeder in mijn achtertuin kan wonen omdat ik daar één modulair element ga neerzetten. Bijvoorbeeld, of niet? Dat zou kunnen. Ja, dus ja? Dat is een van de oplossingen. Het kan ook zijn dat jij in een bagijnhofje of op een groot terrein een aantal van die kubussen bij elkaar zet waar meerdere mensen kunnen wonen. Eigenlijk is bijna alles mogelijk. Maar het moet nog wel ergens staan en daar heb je meestal een vergunning voor nodig. Dus jullie moeten sparren met de gemeentes dan strak aan tafel, ja. Denk ik. Nou, de eerste gesprekken met verschillende gemeentes die lopen, ook hier in West-Brabant. En daar is veel interesse voor en we zijn nu de mogelijkheden aan het bekijken. Maar wat kan de rol van de gemeente dan zijn? Gemeentes bezitten veel gronden die op dit moment niet ontwikkeld kunnen worden. Wat we aan een gemeente vragen is, stel je grond ter beschikking voor 10 tot 15 jaar. Wij betalen jullie een pacht, dus je genereert weer cashflow. Ja. En geef ons een tijdelijke vergunning voor 10 tot 15 jaar om die kwetsbare mensen in een bagijnhof te huisvesten. Zou het goedkoper zijn om op deze manier te zorgen, bijvoorbeeld binnen die mantelzorg voor huisvesting, dan allerlei domotica drie hoog achter, waar we nu mee bezig zijn? Goedkoper, maar wellicht vooral ook veel meer meerwaarde. Hè? Socialer. Socialer, dat mensen in een groene omgeving kunnen wonen en niet drie hoog achter met een geweldige domotica-omgeving. Maar juist het sociale component is veel belangrijker. Als iemand zich niet lekker voelt of ziek is en hij heeft nog wel heel veel mensen om zich heen, hij heeft afleiding, dan voelt hij zich veel minder ziek en zijn kwaliteit van leven gewoon veel hoger. Hadden jullie dit voor ogen, die kennis en kunde ten dienste van de maatschappij? Is dit het? Ja, en wat Chantal terecht opmerkte, zijn zoveel mensen zijn eenzaam. Bouw je een community, en dat is dus geen ghetto, dat je allemaal dezelfde soorten mensen bij elkaar zet. Een community waar mensen naar elkaar omkijken, dan wordt het weer fijn om te wonen. Maar we hebben het heet het ook over ouderen, maar er zijn op dit moment ook heel veel mensen die op straat staan. Die kunnen hun huur niet meer betalen of die gaan scheiden en die weten niet waar ze naartoe moeten. Daar zou dit huis ook een fantastische oplossing voor kunnen bieden, toch? Absoluut. Het gaat met name om kwetsbaardere groepen mensen. En Chantal heeft dat eigenlijk gisteren nog eens mooi aan mij verwoord. Dat ze zei, ongewild kom je in een andere situatie van je leven terecht. Het is vaak ongewild. We hebben het nog steeds niet over het hout gehad. Ja. Maar eerst nog even naar het financiële plaatje. Want er moet ook betaald worden. Ik denk dat dit hartstikke duur is. Het is hartstikke duurzaam. Hoe ga je het financieren? Maar het is niet duur. Het is gemaakt alleen maar van hout. En kurk en houtvezel, allemaal isolatiematerialen die niet chemisch zijn. En dat betekent dat je zo'n woning, om even een indicatie te geven, praat je over 54 vierkante meter voor twee personen. Die heb je voor onder de ton. En ik als oud bankier, daar komt dan toch nog even mijn oude rol om de hoek. Ik zie dat heel veel mensen hun inkomen, die hebben geen besteedbaar inkomen meer voor leuke dingen. Die besteden heel veel geld aan huisvesting. Ja. En kunnen we er nou voor zorgen met elkaar dat iemand kwaliteit van leven krijgt, een veilige plek, sheltering, maar ook een stuk van zijn inkomen overhoudt om leuke dingen van te doen, besteedbaar inkomen. Ik denk dat mensen het nu ook willen zien. Je wil het aanraken, je wil het voelen, dat hout, die kurk, stormvast, vind ik ook nog steeds, daar ben ik nog niet helemaal over uit, stormvast van deze materialen, geweldig. Kunnen ze het zien? Gaat het hier ergens in de buurt komen te staan? Ja, je kunt hem sowieso, als je in Amerika bent, bewonderen in ja, Miami. Ja, ik kom er net vandaan. Ik ga niet weer. Nee, ga niet maar weer. Om het even naar hier en nu te brengen. Er staan modelwoningen. Die kun je bezichtigen in Oud-Gastel. Oud-Gastel ligt bij Roosendaal. Wij zijn voornemens om volgend weekend, dus dan praat je over zondag de 13 april, om dan een open dag te organiseren, zodat iedereen hem niet kan zien. Maar het gaat erom dat je hem gaat beleven, dat je hem gaat voelen.
Ik vind het een fantastisch idee. Het is ook heel mooi, die verbinding tussen jullie. En het mondiale, micro en macro, alles zit erin. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes met deze fantastische manier van huisvesting voor de kwetsbaren in onze samenleving. Dank je wel.